dat oog neerlegt, dan zorg je dat de rechtse slager streng en keurig bovenop de draad leggen. Oh, daar heb je geen draai meer in. De rechtsgeslagen draad, dat is in deze. Ja. Ja, die liggen die bovenop. Die zorg je dat die mooie keurig bovenop leggen. Ja. Daarna voel je een gedeelte uit elkaar, maar niet helemaal. Dit is het begin. Ja, bij de markering. Zo. Ja. Hou hem zo leggen. Ja. Verder haal je niet uit elkaar. Dan trek je deze linkse streng in, die trek je eruit. Mm-hmm. Zo. Oh, die moet aan de zijkant zitten, ja. Ja. De rest die blijft zitten. Ja. En dan haal je die twee linkse strengen, die haal je door rechtse strengen heen, zie je ja. Van de bovenste. Ja. Nou pak je van deze twee rechtse strengen de diepste streng, die diepste wegleg. Die pak je. Over die twee strengen die onder vandaan. Ja, dat zijn de twee rechtse strengen die bovenop liggen. Dan pak je de onderste van, of de diepste. Juist. Ja. Die slag die komt hier onder vandaan. Ja. Oh, die haal je ook daaronder door. Zo? Oh, ja, dat lijkt een beetje, ja. Dan pak je hem, die overblijft. En die douw je hierin. Zo. Dan pak je hem vast. En je schuift hem, dat hij helemaal klem pas legt, zie je? Keurig tegen elkaar aanleggen. Ja, ziet er goed uit. Zo. Zie je, nou volgt de vlecht van de kabel, die volgt de splits. Ja. Dus je hebt helemaal geen tape, niks heb je nodig. Ja. Dan pak je die linkse, die gaan over die rechts heen. Van die zijkant, ja. De bovenste linkse. En die gaan hierin. Die gaat onder een rechts gedraaid. Ja. Zo. Dan pak je hem, die gaat hierin. Mooi de draai erop houden, hè? Hapsepats, witte. Dan trek je hem een beetje goed aan. Zo. Dan draai je hem om. Oh, je hebt ze allemaal een keer doorgestoken, of niet? Nee, nou krijg je die rechts nog. Dan krijg je hier die rechtse. En die gaat niet hierheen. Want dan draai je als het ware terug. Ja, dat zou niet lopen. Krijg je enorme vervorming op de draad. Kijk, ja. Hierin. Heb je een kastje ligt bovenop de voet. Oh, dat is goed. Bakje hierin. Ja, dankjewel. En dan deze. Die gaat hierin. Ja, gewoon de volgende. Ja. Nou zitten ze er allemaal een keer in. Zie je? Alleen sommige die zitten veel hoger en andere zitten er wat lager. Nou. Ja, zo. Ja, de keer. Ja, maar deze moet hier nog een keer in, hè? Die gaat hier nog een keer in. Zo, dat is één. Hier. Kan die glazen? Ja. Goed zo, joh. Bij die 12 strengs die we net deden, dan moesten de rechts draaien, iedere keer onder rechts draaiende door. En hier gaan de links draaien, iedere keer onder rechts draaiende door. Nee, dit is ook links, hè? Links onder links, rechts onder rechts. Oh ja, ja links. Oh ja, wel. Zo, ja. Ja, nee, dat blijft allemaal bij elkaar. Ja, links bij links, rechts bij rechts. Okay. Nee. Goed. Nou, dat is allemaal gehaald. En dan is het weer gewoon hetzelfde als naar binnen nou, 12 strengs. Ja, nou ga je gewoon hiermee verder. Zo. Ja, eentje overslaan, en dan die andere. Ja. Dan werk je ze wel 2-2 af, zeker. Ja, en niet eraan trekken. Gewoon erin leggen en klaar. Oh, ja. Je hebt nou veel tijd, je kan gewoon naar die man toe gaan voor een leuk prijsje, gewoon even een dagje of 2-3. Ja toch, leg het gewoon netjes op je gemak uit. Een splitsles geven. Je zit vlak bij de Waddeneilanden. Ja. Nou, ik zit er niet zo ver vandaan hoor, ik zit in Spier in Drenthe. Ja? Spier, wacht zo, dat denk ik ook wel eens geweest toch. Is dat, tussen Assen en Hogeveen. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik ben er wel eens geweest.